Welkom op Ericsson Country. We zijn hier bij Mobile World Congress. En hier zijn 12.000 mensen geweest die gemiddeld 3 uur hebben gespendeerd. 130 demo's gedaan. Ik kan niet alles laten zien, maar ik kan wat laten zien op 5G-gebied. Industry Transformation, Cloud, IoT. We gaan een paar highlights laten zien. Kom mee met de trip. Hier zijn we bij het eerste publieke gedeelte. Iedereen kan hier binnenkomen en Erik laat zien wat je nou eigenlijk kunt doen met al die technologie. Bijvoorbeeld hier heb je de Connected Water demo. Ze hebben hier gewoon allerlei Internet of Things devices neergezet in de rivier. En die voortdurend rapporteren over de waterverontreiniging. En dat is veel goedkoper en veel directer dan alle oude andere middelen. En ze hebben in alle demo's hebben ze laten zien welke van die goals, zoals beter water, maar ook minder ongelijkheid en ook economische ontwikkeling, hoe die eigenlijk daarbij helpen. Hoe al die technologie helpt om die doelen dichterbij te brengen. Natuurlijk onze trots te stellen, de elektrische auto, de familieauto die overal op zonne-energie kan rijden. En in Nederland wordt 20% van de stoplichten in de komende 2 jaar op internet neergezet. Als je 5G hebt, heb je low latency. En ze laten hier zien hoe je drones kunt laten vliegen om een windmolen te inspecteren. En dat doen ze dan ook nog gewoon in Stockholm. Absolute controle op een grote afstand. Hier hebben we een leuk voorbeeld van de winery, de Connected Winery. En die beginnen met allemaal sensoren op het land, waar het licht wordt gemeten, hoe de bodem, hoeveel water er is. En alles in deze winery is met Internet of Things connected. Elke machine, elke auto. En daardoor kunnen ze het hele proces helemaal perfect volgen en orchestreren. Nou, 5G is natuurlijk het leukste wat je hier op deze beurs hebt. En kijk eens wat de snelheid. 20 gigabit, 20 gigabit. En wat heel bijzonder is, als je kijkt naar die antennes. Daar is het base station. Daar zitten honderden antennes in. En die antennes die kunnen zich richten. Je ziet zo met die groene stippen dat die antennes die volgen gewoon eigenlijk de noodzaak. Dat zijn beams. Hier zie je ook een connectie, maar die staat stil. Dat blijft gewoon hetzelfde. Je kunt 8 keer 16 gigabit via 5G krijgen. Dat is een enorme snelheid. Maar ook niet, dat is niet het enige wat we hebben eigenlijk met 5G. We hebben ook een enorm lage latency. En ik laat je zien waarom dat interessant is. Met 5G kun je gewoon echt allerlei dingen op afstand bedienen. Het is zo snel, je hebt zo'n goede terugkoppeling. Ik ga nu met deze afstandsbediening een robotarm op afstand bedienen. En het grappige is dat ik ook iets terugvoel. Als ik op een gegeven moment dreig tegen een kast aan te gaan, dan drukt die terug. Haptic feedback. En ik zie dus gewoon echt deze streams van deze robot in Stockholm. Die ziet gewoon instantie, zie ik wat ermee gebeurt. En dat kan met 5G. Dingen op afstand bedienen, omdat er geen vertraging is. Erg cool. Die snelheid hebben we ook nodig als je bijvoorbeeld zoiets hebt als hier. De trucks zijn in platooning mode. Ze houden elkaar in de gaten, ze remmen tegelijkertijd, accelereren tegelijkertijd. Deze demo's zul je de komende jaren in Nederland zien gebeuren. En dat kan door de enorme snelheid van 4G en straks 5G. Ericsson heeft een prijs gewonnen van de GSMA vanwege het beste radiosysteem, de masten. Maar het leukste daarvan is, vind ik, dat ze een heleboel hidden hebben gemaakt. Weg uit het straatbeeld. Hier zie je gewoon een putdeksel. En in die putdeksel hebben ze gewoon zo'n ding gedaan en dat geeft een perfecte ontvangst. En dan zou je zeggen, een putdeksel, dat kan helemaal niet. Maar die putdeksel, die is gemaakt van plastic. Dit is niet metaal, maar plastic. En dat geeft gewoon een ontzettend goede ontvangst. Die daken zitten allemaal vol. En nu moeten er andere dingen gebruikt worden. Hier zie je een lantaarnpaal. Wat kun je met een lantaarnpaal doen? Nou, je kunt licht maken, maar je kunt er ook gewoon weer een base station in stoppen. Je kunt er ook gewoon elektrisch mee laden. Al dit soort innovaties, daar is Ericsson mee bezig. En vooral zijn ze bezig met in-house coverage. Gaan we nu kijken. Mensen zijn 90% van de tijd binnenshuis en 60% is niet blij met de coverage die ze daar hebben. Daar heeft Ericsson nu een aantal producten voor, de dots. En die hang je gewoon op, bang. En je hebt in huis heb je fantastische dekking. Daar zijn een heleboel producten nu voor gemaakt. En ze hebben ook tools om op een gegeven moment ook goed te kunnen analyseren hoe het gaat met de verschillende ruimte. Automated tools die uit een plattegrond gewoon een coverage maken, zodat je snel de dingen kunt ophangen en ook binnen het gebouw perfecte coverage hebt. Wat ontzettend hot is, is die Internet of Things. We gaan van 15 miljard connecties naar 50 miljard en meer dan 3/4 zal gewoon machines zijn. Daar kun je dingen smart mee maken. En wat is nou leuker om te demonstreren dan het meest saaie ding aller tijden, een bushokje. Wat kun je daar nou mee doen? Nou, op de eerste plaats maken ze in dit bushokje, stoppen ze allemaal weer gewoon basecellen, zodat je gewoon goede coverage hebt. Dat kan gewoon de busmaatschappij verhuren. Aan de andere kant heb je een groot scherm hier. En dat grote scherm kan interacteren met de passagiers. Ik kan gewoon
heel simpel door mijn telefoon hier tegenaan te houden, kan ik gewoon een game gaan spelen of de leukste laatste video zien. Ook hebben we overal sensoren in zitten die meten de luchtkwaliteit. Laten we eens even zien hoe dat zit hier. Het hele bushokje zit vol met sensoren en dan kun je zien, bijvoorbeeld hier, hoe de luchtkwaliteit is op dit ogenblik. We hebben nu gewoon heel veel CO2, heel veel noise. En het is echt gewoon ongelooflijk ongezond. Maar elk bushokje kan een sensornetwerk zijn voor de stad of voor het land om op een gegeven moment de luchtverontreiniging te meten. Alles is gewoon in dit bushokje gestopt. En wat ook nog leuk is, je kunt ook nog zien wanneer de bus komt. Maar het wordt hier gewoon leuk in een bushokje. Het bushokje wordt gewoon smart en wordt overal voor gebruikt en heeft een nieuw businessmodel. Ideaal dankzij IoT. In 2018 moet elke auto in Europa een simmetje hebben en connected zijn met het internet. Maar Volvo heeft dat natuurlijk al sinds 2012. Deze heeft een 4G radio aan boord. Spotify is in geïntegreerd, heeft een app store. Je kunt de auto openmaken op afstand. En hij rapporteert ook op het moment dat er gewoon ijs is of dat er een ongeluk is. Alle auto's worden connected en in de cloud kun je dan zien wat je daarmee kunt doen. En kun je op een gegeven moment nuttige zaken doen zoals het verkeer regelen. Even kijken. En hier zien we een voorbeeld van de automotive marketplace die Ericsson heeft gemaakt. We zien allerlei VIP-auto's die in Barcelona rondrijden. En ik kan dan gewoon op één van de auto's kan ik gewoon klikken. En kan ik meteen zien natuurlijk waar die rijdt, hoe hard die rijdt. Hij rijdt veel te hard. Je kunt dus zien hoeveel energie die gebruikt, waar die heen gaat, hoeveel procent die nog heeft in de benzine. En ik kan eigenlijk gewoon al deze auto's kan ik als een fleet managen. Maar ze zorgen er ook voor dat al deze informatie geïntegreerd wordt naar partners. Naar bijvoorbeeld verzekeringen of naar overheden. En iedereen die belang heeft bij de connected cars. En dat kunnen ook andere connected cars zijn. En deze dienst is nu beschikbaar als een cloud dienst voor alle andere fabrikanten. He, Volvo, met Volvo ontworpen. Maar nu beschikbaar als een algemene cloud dienst voor de industrie. Cloud was heel erg belangrijk. En dat betekent eigenlijk dat je naar standaardisatie hardware gaat. Ericsson heeft zelf allerlei standaardisatie hardware gemaakt. Die ze nou op alle mogelijke manieren gaan maken. Heel flexibel. Je kunt gewoon zeggen, dit is processors, dit is geheugen, dit zijn harde schijven, dit zijn routers. Heel flexibel, alles kun je live in elkaar schuiven. Maar wat ze op Mobile World Congress aankondigden, is dat ze nu gewoon heel erg gaan integreren met Amazon. En Amazon is natuurlijk een van de grootste cloud services, de grootste cloud service provider. En zij gaan zorgen dat ze seamless die services kunnen integreren. En ze werken dus samen met teams van Amazon. Je kunt het hier opslaan of je kunt het gewoon in de Amazon Cloud opslaan. Flexible cloud solutions. Wat heel veel mensen niet weten is dat Ericsson eigenlijk ook heel groot is in media. Maar vooral op de achtergrond. Maar hier introduceerden ze Media First. Dat is een setupbox platform, een IP-platform waar ze tv laten zien. En het leuke vond ik dat dat eigenlijk werkt zoals met Netflix. Je kunt het personaliseren. Je kunt eerst inloggen, zeggen ik ben vader, moeder, zoon. En dan krijg je al jouw favorites, al jouw programma's, alles wat je gekeken hebt. Het wordt helemaal gepersonaliseerd. Op het moment dat je inlogt, dan is iemand anders, dan ziet het er heel anders uit. En op je telefoon en op je iPad werkt het ook allemaal hetzelfde. Dat is echt gewoon heel mooi. Je zag ook gewoon een PVR-platform. PVR in de cloud. En wat ik fascinerend vind, is dat de regels voor de juridische afhandeling zo belangrijk zijn. Natuurlijk, een harde schijf in de cloud is heel mooi. En dat je gewoon alles terug kunt kijken. Maar in Amerika moeten ze voor elke recording, voor iedereen die gewoon naar een voetbalwedstrijd wil kijken, moeten ze een aparte kopie bewaren. In Nederland hoeft dat gelukkig niet. Dan kunnen ze één kopie bewaren, mag iedereen gebruik maken. En in Japan is het dan weer nog ingewikkelder. Dus een PVR-netwerk is hartstikke mooi. We zagen ook allerlei analytisch, video-analytisch. Dat je precies kunt zien waar iedereen naar kijkt, wat belangrijk is. En we kunnen op het juiste ogenblik de nieuwe content naar voren schuiven. Je kunt eigenlijk die hele user interface interactief maken. En we zagen ook dat de meeste, heel veel van de digitale streams worden geëncode met Ericsson equipment. En iedereen is daar bezig met 4K. En met HDR, om eigenlijk die hele contrast nog veel rijker te maken. Dus ja, Ericsson doet eigenlijk heel veel dingen op de achtergrond. En we zagen elke dag, zagen we hier Mobile World TV. Dan zagen we allemaal spreekbeurten, mensen praten, die live werden subtitled. En het blijkt dat Ericsson meer dan 1000 mensen heeft in die subtitling business. Die gewoon live, 10 seconden later, kunnen ze gewoon ondertiteling toevoegen in allerlei verschillende talen. Dus Ericsson doet een heleboel die je eigenlijk helemaal niet verwacht. En die huiskamer setupbox die ze hebben gemaakt, die wil ik thuis ook gebruiken. De gemiddelde persoon bleef hier 3 uur. En ook vanwege dit. Het eten was hier geweldig, de gezelligheid was hier geweldig. Iedereen was hier en was gewoon fantastisch om te zien wat Ericsson eigenlijk vandaag doet en wat ze in de toekomst doet. Dus de volgende keer kom je gewoon langs op de booth op Mobile World Congress 2017.